Welkom bij de 20.2 Biocast. Versteend verleden heet die. Nou, je ziet allemaal wel eens een misdaadserie op tv. En dan weet je dat je twee soorten bewijs hebt. Je hebt het directe bewijs. Iemand heeft je gezien. Je bent op heterdaad betrapt. En het is het indirecte bewijs. Er is een moordwapen gevonden met jouw vingerafdrukken erop. Er is DNA van jou gevonden. Het indirecte bewijs. Als paleontoloog ben je altijd afhankelijk van indirect bewijs. De fossielen. Hier een fossiel van een vis. En bedenk, je hebt als organisme de grootste kans om geen fossiel te worden. Als je wel fossiel wordt, heb je eigenlijk heel veel geluk gehad. Alhoewel je daar zelf weinig aan hebt natuurlijk. Deze vis is toen hij doodging waarschijnlijk heel snel terechtgekomen onder een laag slip klei. Daardoor zijn de zachte delen wel afgebroken, maar de harde delen niet. Die zijn samengeperst in de bodem die versteend is. En op een gegeven moment lossen dan de mineralen in de botten op en worden vervangen door steen. Wat je dus eigenlijk ziet is een stenen afdruk van de vis. Als je onder heel bijzondere omstandigheden doodgaat, bijvoorbeeld heel droog zoals hier in de Gobi-woestijn, dan heb je kans dat je botten niet afgebroken worden. Wat je hier ziet zijn resten van echte botten. Als je in een heel koude omgeving doodgaat, zoals dit babymammoetje, dan kan het gebeuren dat je, voordat je wordt opgegeten, helemaal bevroren bent en onder sneeuw en ijs terechtgekomen bent. En zo kun je later dan gevonden worden, en het bijzondere hiervan is, dat je dus ook de zachte delen bewaard zijn gebleven. En met de opwarming van de aarde komen op dit moment in Siberië heel veel van dit soort mammoeten boven het ijs uit. Kleine beesten, dat werkt alleen met kleine dieren, omdat waar ze in zitten heel klein is. Dit is een druppel hars en in die natte hars is een insect gekomen. Die kan daar niet uitkomen en als dat hars dan versteent, krijg je barnsteen. En dit is dus barnsteen met daarin een gefossiliseerd insect. Iets dichter bij huis is in Drenthe het meisje van Ide, een veenlijk. Als een lijk terechtkomt in het veen waar het heel zuur is en weinig zuurstof is, dan kan het dat je op deze manier mummificeert. Een meisje uit de steentijd. Je wilt natuurlijk weten in welke tijd organismen dan geleefd hebben. Als je fossielen vindt, zoals dit fossiel in het midden, die komt maar een hele korte tijd voor. Als je zo'n fossiel dan vindt aan de linkerkant, en in dezelfde aardlaag vind je die fossiel in het midden, dan weet je dat het in een korte tijd is dat fossiel gevonden is. Kom je ergens anders ter wereld diezelfde fossielen tegen en zijn er ook weer andere fossielen bij, dan kun je zo ze in een bepaalde tijd plaatsen. Maar dat is nog niet zo heel nauwkeurig. Gelukkig hebben we nog klokken die wat nauwkeuriger werken. En dat gaat via radioactiviteit, via isotopen. Een heel bekende is koolstof 14. Als je kijkt, dan heeft 14 een halfwaardetijd van 5730 jaar. Dus als ik een bepaalde hoeveelheid C14 heb en ik wacht 7530 jaar, dan heb ik nog maar de helft van die hoeveelheid over. Nou, dat is handig, want dat kunnen we gebruiken. Je weet dat er een vaste verhouding is tussen de C12 atomen en de C14 atomen in de atmosfeer. In diezelfde verhouding wordt die koolstof vastgelegd door planten via fotosynthese. Dan komt die via het voedsel natuurlijk ook terecht in dieren. En als zo'n dier doodgaat, dan kan ik na een hele tijd de hoeveelheid C14 ten opzichte van de hoeveelheid C12 bepalen. En dan weet ik, als ik nog maar een achtste over heb van de verhouding waarin die is vastgelegd, dat die 7530 jaar geleden is overleden. Een heel stuk nauwkeuriger. Nou, dat kan tot ongeveer 40.000 jaar, want dan is er te weinig van die C12 over. Maar gelukkig hebben we ook uranium-238 bijvoorbeeld, die een halfwaardetijd heeft van 4,5 miljard. En doordat die verschillende isotopen elkaar ook overlappen, kun je die klokken vrij goed met elkaar gelijk zetten en kan je een behoorlijke
datering geven van de tijd waarin zo'n... Als je dieren wilt gaan indelen in soorten op basis van hun afstamming, heb je twee dingen waar je rekening mee moet houden. Ze kunnen homoloog zijn, dan hebben ze hetzelfde bouwplan, zien ze er misschien wat anders uit. En ze kunnen analoog zijn, dan hebben ze wel dezelfde functie, maar komen ze heel ergens anders vandaan wat oorsprong betreft. We kijken naar het linker plaatje. Dier 1 en dier 2, A-accent en A-accent, die zijn homoloog. Ze hebben hetzelfde bouwplan en ze komen dus uit dezelfde oorsprong. Als we hier kijken naar dier 2, 3 en 4, dan zie je dat die allemaal uitkomen van de A aan de onderkant. Dus deze zijn ook homoloog. Denk bijvoorbeeld eens aan wat anders, zoals aan het rechterplaatje. Zowel aan de linkerpoot bij 1 als aan de rechterpoot bij 3 staat daar A-accent. Maar dat heeft een andere oorsprong, dat heeft een ander bouwplan. Om het even duidelijker te maken. Je ziet hier een menselijke arm, de poot van een zoogdier en de vleugel van een vogel. Alle drie hebben die dezelfde oorsprong. Ze hebben hetzelfde bouwplan, dus deze zijn homoloog. De vleugel van een vlinder en van een vleermuis hebben dezelfde functie, maar komen volgens op een andere manier tot stand. Van een andere ontwikkeling, een ander bouwplan, dus deze zijn analoog. Hier zie je nog eventjes van een aantal zoogdieren en een vogel. De homologie van de ledematen. Met DNA kun je ook proberen om de afstamming te vinden. Naarmate het DNA meer hetzelfde is, dus meer dezelfde genen, meer dezelfde bazenparen heeft, zal het beter aan elkaar hechten. En omdat je kunt meten hoe strak die twee strengen aan elkaar zitten, kun je daarmee de verwantschap bepalen. En op dit moment worden er van steeds meer diersoorten het hele genoom bepaald. Dus dan weet je de volledige bazenvolgorde van zo'n diersoort. Die wetenschap is dus nog in ontwikkeling. Dit was hem, de 20.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.